Iets meer naar rechts. Nee, toch de andere kant op. Een beetje in het midden, gewoon naar de camera. Wat is Quinten nu aan het doen? Ik was aan het regisseren. Wat is regisseren nou eigenlijk? Regisseren is de leiding nemen bij een toneelstuk, zodat het uiteindelijk één geheel vormt. Precies, en vandaag nemen we jullie mee een kijkje achter de schermen bij een ervaren regisseur. Veel kijkplezier! Juridica. Ik ben afgestudeerd in 2009 als regisseur, dus nou, dat is nu 2017. Dat is heel uitgebreid. Ik zeg altijd, een regisseur die is voor 80% aan het plannen, 10% is die aan het zetten en de overige 10% is die bezig met randzaken. Dat is heel verschillend. Op het moment dat je een stichting hebt waarbij jij dat kan uitkiezen, dat kan. Het gebeurt ook dat een stichting zegt, joh, we willen jou als regisseur en dit is het stuk wat we gaan doen, dan heb je gewoon niks te kiezen. Dus dat is heel erg verschillend. Eigenlijk het enige verschil tussen professioneel en amateur is, professionals krijgen ervoor betaald, dan heet het professioneel. En amateurs, dan krijg je er niet voor betaald. Maar waarom heb je dan wel gekozen om amateurtheater te doen en niet professioneel? Tijdens mijn studie al, heb ik 2 jaar gewerkt in theater. Toen heb ik in verschillende stukken gespeeld. Eén, het verdient rete weinig. Ik werk nu een dag minder per week en ik verdien ruim 2 keer zoveel. Het is heel veel hetzelfde. Want als je 1 stuk 60 keer moet spelen, dan echt 60 keer, binnen een maand of 4, dat speel je dus 2-3 keer per dag en dat 5 dagen per week. Zeker als daar geen variatie meer in komt en vaak. Zeker als professioneel is, komt er geen variatie meer in, want stuk 1 moet hetzelfde zijn als stuk 60. Dan wordt het op een gegeven moment saai. Ik wil wel uitdagingen. Heel goed plannen. Heel goed weten wie zit waar in. Wie moet er wanneer bij komen. Wie moet er wanneer weggaan. Wanneer zijn mensen nodig. Wanneer zijn mensen niet nodig. Ik ben een regisseur die heel erg ervan houdt om als acteurs meedoen, om ze zo actief mogelijk beeld te laten nemen. Dus zoveel mogelijk op het podium. Ja, wanneer kan dat, wanneer kan dat niet? Dat is verschillend. Op het moment dat er een scène is met veel mensen, dan is het met name de inspiratie die ik thuis eruit haal. Dat ik denk van, oké, hoe kan ik dit het beste? En dan is het meer zetten, het liefst. Werk ik door gewoon te zeggen, oké, jij speelt die rol, jij speelt die rol, iedereen weet dat hij speelt, oké, dit moet gebeuren. En dan een kader neerzetten van, oké, dit is wat er moet gebeuren. En vervolgens eigenlijk het maar laten gebeuren. En dan kijken wat mensen doen. Nou, aan de hand van wat mensen doen, ga ik vervolgens regisseren. Ik vind de randzaken heel moeilijk. Mensen die ziek zijn, mensen die ineens andere dingen te doen hebben. En het blijft amateur toneel, dus ineens ermee stoppen, waardoor je dat moet bekijken hoe je dat dan weer oplost. Dat is heel verschillend. Op het moment dat iemand ziek is, die vervangen kan worden. Ja, eigenlijk gaan we er altijd vanuit, je kunt niet ziek zijn tijdens de voorstelling, want iedereen is nodig. Mm-hmm. Maar als iemand echt op weg naar het theater is en zijn been breekt, noem maar even wat, dan is het heel verschillend. Ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt, maar het kan zijn dat iemand vervangen moet worden. En hoe vervangbaar is iemand dan? Als iemand de hoofdrol speelt... Ja, in hoeverre kun je dat dan nog in een korte tijd vervangen? Hoop
Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Zo ja, dan zou het tof zijn als jullie een duimpje omhoog doen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Precies. Laters!